Goedemiddag. Ja, zoals we allemaal weten is de betrouwbaarheid van de F175 van Ferrari niet het allerbeste punt van de auto. Zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz vielen al meerdere keren uit dit seizoen met motorproblemen. En voor de laatst genoemde coureur kwam de uitvalbeurt in Oostenrijk dan ook wel echt als een domper. Na zijn vlammenzee kwamen er geruchten naar buiten over een mogelijke motorwissel en daarop antwoordt Sainz het volgende. Er bestaat de kans dat we dit weekend inderdaad een nieuwe motor in de auto monteren, dan krijgen we een straf. Er is echter nog geen definitieve beslissing genomen. Al dus Carlos Sainz. En ja, zoals bekend is de geliefde Grand Prix van België al enige tijd onderwerp van gesprek. En is het goed mogelijk dat het circuit in 2023 van de kalender verdwijnt? En dit geldt net zo goed voor dit circuit trouwens, circuit Paul Ricard, het podium van dit weekend. Hoe denken de coureurs eigenlijk zelf over deze situatie? Ja, Max Verstappen liet zich recent ook al uit over de hele situatie rondom Spa. Zo zou de Nederlander het erg vinden als hij zijn favoriete circuit ter wereld ziet verdwijnen. Ook Paul Ricard staat op de nominatie om te verdwijnen, en vanzelfsprekend krijgen de heren op de eerste persconferentie daar dan ook vragen over. Lennon Norris zei direct: Spa, want dat is natuurlijk een thuisrace voor hem. Leclerc kiest ook voor Spa, maar heeft in Frankrijk een persoonlijke connectie, zoals hij zelf zegt. En Vettel is open en eerlijk zoals altijd. Spa, ik denk niet dat veel coureurs een groot fan zijn van deze baan. De fans zijn wel een positieve verrassing. Het is erg jammer om dit circuit te verliezen, maar misschien kunnen we naar wat oudere circuits gaan. Bijvoorbeeld Le Mans of Dijon, al dus Sebastian Vettel. Ja, begin dit jaar nam Viaplay de rechten voor de Formule 1 over van Ziggo Sport en de hele intrede van de streamingsdiensten in Nederland ging zeker niet zonder slag of stoot. De uitzender kreeg bakken met kritiek te voortduren en er wordt ook aangegeven dat er nog altijd hard wordt gewerkt om de diensten flink te verbeteren. Via Play CEO Anders Jensen laat tegenover motorsport.com weten dat sommige klanten niet de kwaliteit ontvangen waar het bedrijf bekend om staat. Maar dat ze wel hun best doen om dat te leveren. Maar volgens de topman van het bedrijf is merendeel van de klanten wel gewoon tevreden op dit moment. We pakken de gevonden problemen in ieder geval hard aan. We hebben zelfs onze eigen werknemers naar abonnees gestuurd. Zo zegt Jensen, hij legt ook gelijk uit waar het grootste probleem van de kwaliteit zich bevindt. Het heeft meestal te maken met het streamen naar een grote televisiescherm. Het streamen op kleine apparaten, zoals tablets of telefoons, is dus niet het probleem. Het is dus het casten naar een groter toestel. Daar zijn we op dit moment mee bezig. Het is een vrij kleine groep klanten die je luid hoort, maar dat mag ook en dat hoort ook zo. Ook zij mogen van ons de best mogelijke service verwachten. Ja, nemen we nog even snel het tijdenschema met jullie door. De eerste vrije training begint om 2 uur in de middag morgen en de tweede oefensessie begint om 5 uur. Op zaterdag krijgen de coureurs de gelegenheid om nog één keer te oefenen tijdens de derde vrije training om 1 uur in de middag. En om 4 uur kunnen we ons gaan opmaken voor de kwalificatie. De race de Grand Prix van Frankrijk begint zondag om 3 uur in de middag. Goed, was er weer nieuws van de donderdagmiddag. Vond je dit een leuke video? Laat het even weten in de comments onder. En dan zie ik je morgenochtend weer. Tot dan.